Zeer goed. Oh, ik zie de cookie. Ja, zet je neer. Ja, wassen. Goedemiddag, welkom op onze eerste persconferentie van het nieuwe seizoen. En we blikken vandaag vooruit op de Supercup. We starten met de vraag van de supporter. Justine, aan jou het woord. Hoe gaat het ondertussen met Skov Olsen? Skov is momenteel terug volledig fit. Dus die is inzetbaar voor zondag. Junior? Coach, zijn er verschillende jongens die om uiteenlopende redenen zondag niet aan de bak komen? Die nog niet fit zijn of andere redenen? Momenteel is iedereen fit. Dus iedereen die getraind heeft bij ons, die zal kans maken om te spelen. Enkel Eder Beland is ziek geweest deze week. Dus daar moeten we nog even mee kijken. Thomas? Karel, hoe zie je die match, die Supercup? Wat is voor u het belangrijkste zondag? Maar ik denk, we hebben nu 2 weken voorbereiding met de internationals. Dus wij kunnen eerst de prijs pakken na 2 weken voorbereiding. Ik denk dat dat een heel mooie kans is. Het is ook de eerste wedstrijd met inzet. Wij willen als Club Brugge zijnde elke wedstrijd winnen. En natuurlijk zeker als ze daar een prijs aan vasthangt. Dus op die manier zie ik die match ook. Qua motivatie is dat veel meer dan een vriendenmatch. En is dat gewoon de eerste wedstrijd die van tel is. Soetke. Zie het dan ook een beetje als jouw eerste test als coach? Want ja, je zegt het is veel meer dan een vriendenmatch, want ja, er hangt natuurlijk wel een prijs aan vast. Hè? Maar als je een nieuwe coach bent, is eigenlijk alles een eerste test. De eerste training, de eerste vriendenwedstrijd. De eerste keer dat je de groep toespreekt, de eerste keer alle dingen. Dus zie ik dit ook als een eerste test? Ja, absoluut. Ga ik volgende week zien als een eerste test ook. Dus er zijn altijd momenten als je nieuw bent in een nieuwe functie, die nieuw zijn, die anders zijn. Dus dat is eigenlijk test na test na test. Junior? Zie je dit ook nog als een stukje voorbereiding dan? En in hoeverre is het nu moeilijk voor jou om een ploeg te vormen? Want er zijn nog redelijk wat vraagtekens. Wie blijft, wie vertrekt? Werk je al richting zo'n vaste ploeg? Maar ik zie het niet als voorbereiding. Maar het is nog wel voorbereiding. Door het feit dat we met de internationals nog maar 2 weken aan het trainen zijn, kan het ook niet anders. Normaal gezien, als ik met Eddie spreek, met de physical coach, dan zegt hij ook, ja, na 2 weken... 90 minuten is niet vanzelfsprekend. Dat is in elke voorbereiding zo, die normaal gezien 4, 5, 6 weken duurt soms. Nu is dat extreem, extreem kort voor de internationals, die daarvoor ook al een heel zwaar programma hebben gehad. Dus op die manier zie ik dat ook. Maar het is absoluut geen voorbereidingswedstrijd. Nee, zo zie ik het absoluut niet. Thomas? Charles heeft een keer niet gespeeld, een keer wel gespeeld. Hoe zit dat richting zondag? Elke speler die hier momenteel is, is inzetbaar. Charles ook. Dus daar verandert niks aan. Junior? Was er dan een bepaalde reden waarmee je op stage wel aan de kant bleef? Want het was wel opvallend dat hij een van de enige was die niet speelde toen. Nee, dat was volledig mijn beslissing. Charles op die moment was met verschillende dingen bezig. Trainde goed. Was ook klaar fysisch voor die wedstrijden aan te vatten. Maar we moeten ook rekening houden met mentale aspecten van voetballers. En op die moment schatte ik in dat het beste voor hem was om even aan de kant te blijven. Daarna is hij terug gewoon aangesloten bij de groep. Naar wedstrijd toe spreek ik dan. En tegen Utrecht heeft hij gewoon zijn ding op een heel goede manier gedaan. Daar was ik heel tevreden over hem. Je hebt zo heel veel aanvallende beelden natuurlijk. Hoe zie je dat voor de Supercup? Ik vermoed dat jij in je hoofd wel natuurlijk al weet wie zal spelen en wie niet. Maar ja, hoe ga je dat allemaal inpassen? Want inderdaad, als Charles ook kan spelen, je hebt de nieuwkomers. Hoe ga je dat aanpakken? Dat is het allermooiste voor een coach, maar ook het allermoeilijkste. Maar ik heb het veel liever zo. Dus inderdaad, iedereen
is eigenlijk op dit moment op een hoog niveau aan het trainen. Spelen op een hoog niveau. Kyle is fantastisch ingekomen. Zijn eerste 45 minuten heeft direct laten zien wat zijn kwaliteiten zijn. Ferran heeft tot hiertoe al heel wat doelpunten gescoord. Laat ook zijn kwaliteiten zien. Noah Charles kennen we. Dus het is inderdaad een wilde om te beschikken over die spelers. Maar dat is absoluut geen probleem. Ik denk dat alleen voor een coach ongelooflijk positief is. En het is niet enkel in dat compartiment waar dit gegeven speelt. Dus op deze moment is dat mijn grootste probleem. Wat op zich totaal geen probleem is. Thomas? Je moet er al een stuk of 10 thuis laten ook. Thuis laten? Ja. Nee, dat klopt. En dat hoort ook bij heel dat verhaal. Dus er zijn een aantal spelers die ik nu voor de eerste keer ga moeten ontgoochelen. Maar die eerste keer kan voor mij ook perfect de laatste keer zijn. En dan moeten zij ook beseffen dat ik oprecht heel tevreden ben van iedereen die bij ons aan het meetrainen is op dit moment. En dat in C in mijn hoofd bijna iedereen die wedstrijd kan starten zelfs. Dan spreken we zelfs nog niet over de selectie. Dus als het naar starten toe is, dan ga ik het zeker naar selectie zijn. En absoluut gaan er daar ontgoochelingen zijn. Maar dat is voor mij weer belangrijk om te kijken als coach hoe reageren sommige spelers op die ontgoochelingen. En hoe gaan er spelers om met te starten? Hoe gaan er spelers om met ik ben in de selectie? Dat zij ook niet op hun lauren gaan rusten. Junior. Wat is er daar veranderd met Charlotte? Waarom dat hij tegen Kopenhagen niet klaar was om te spelen tegen Utrecht en nu wel? Wat is er in die korte tijd dan juist veranderd dat hij nu wel klaar is? Op die moment komt alles een klein beetje bij elkaar. Zijn dat dingen in zijn hoofd die spelen? Spreken wij daar op een heel open manier over? En als het allemaal een klein beetje te veel is, op een korte tijd, gecombineerd met die vermoeidheid, gecombineerd met fysische vermoeidheid, dan lijkt dat mij op die moment het beste om te zeggen van kijk, ik ga er nu geen druk op leggen. Ik ga dat even laten rusten. En dat is ook, denk ik, een goede oplossing geweest. Jarno? Kozer staat elke dag wel een speler van club in de krant gelinkt aan een andere club. In welke mate is iedereen met zijn hoofd bij club, deze club? Ik kan enkel afgaan op de dingen die ik aanvoel tijdens trainingen, voortrainingen, natrainingen. Hoe die jongens omgaan met elkaar, hoe zij omgaan met mij. En dan is mijn overtuiging dat iedereen er nu met zijn volle goesting en inzet aanwezig is. Waar zij mee bezig zijn buiten het voetbal of de manier dat zij erover denken maakt mij in C niet zoveel uit, zolang als ik dat niet merk op training, zolang ik dat niet merk naast het veld. Dus ik kan op deze moment over niemand klagen. Ik kan niet zeggen van kijk, die is er niet bij, die is bezig met iets anders. Dat is absoluut niet het geval. Dus voor mij is het totaal geen issue. Junior? En Sokkie is er nog niet bij, Otasso heeft hem een paar keer vervangen. Wat vind je van hem? Wat vind je van zijn voorbereiding? We hebben hem vorig jaar natuurlijk een heel jaar niet gezien. Kan hij ook, zoals je zegt, kan hij aanspraak maken op meer dit seizoen? Hij is een valabele vervanger achterin. Ik ben ongelooflijk tevreden over elke speler in de kern. Zoals ik al gezegd heb. En Owen is daar één van. Elke speler die op dit moment op training is, ben ik ongelooflijk tevreden van. Owen is daar ook één van. Dus ja, ik heb ook gezegd dat elke speler zou kunnen starten aan de wedstrijd, zou in de selectie kunnen zitten en daar is Owen ook één van. Dus Thomas? Is het ook vooral een mentale kracht meteen? Je speelt de eerste keer tegen Gent, je staat de eerste keer tegenover Hein van Azenbroek ook. Maar in C maakt het niet uit tegen wie dat we spelen, we willen elke wedstrijd winnen. Dus dat is nu niet anders. Maar natuurlijk, uit het verleden, vorig seizoen, is Gent wel de ploeg geweest die het ons het moeilijkste heeft gemaakt. De wedstrijden tegen Gent leven sowieso altijd bij supporters in de media. Dus op dat gebied is het een heel schone uitdaging voor ons. Sutkin? Leeft het ook een beetje achter de schermen omdat jullie allebei op één speler lijken te azen, Kasper Nielsen? Maar op dit moment ben ik daar ook niet mee bezig. Dus of wij dezelfde spelers zouden willen aantrekken. Het is enkel de spelers die er op dit moment zijn waar ik mij mee bezig hou. En nu op deze moment zijn het er
25 die meetrainen. En dat is de enigste bekommernis die ik heb. Dat is al moeilijk genoeg. Op dit moment, ook naar die wedstrijd toe, zijn wij volop daarmee bezig. Dus ik heb zelfs geen tijd om te denken aan die zou kunnen komen, die zou weg kunnen gaan, die zou dit. Dat houdt mij op deze moment echt niet bezig. Oké. Okay. Hier nog. Stellen. Heb je vorig seizoen genoten van Casper Nielsen? Oh, absoluut. Ik heb absoluut genoten van Casper Nielsen vorig jaar. Maar er zijn heel veel spelers waar ik van genoten heb. Oké, okay, dat is het. De kop is eraf. Tot zondag. Bedankt voor het komen. Alsjeblieft.